Misschien heeft u het wel gehoord. Het gaat goed in Brainport. Heel veel mensen spannen zich elke dag in om hier de mooiste dingen uit te vinden. Maar bij het goede leven hoort na inspanning ook ontspanning. Dat kan bijvoorbeeld in het Groene Rijk van Dommel en A. Een prachtige plek die we alleen nog maar mooier willen maken. Daarvoor moeten provincie en gemeente omgevingsvisies en omgevingsplannen maken. In deze plannen komen de ambities voor ruimte, wonen, verkeer, natuur en cultureel erfgoed samen. Nu maken we al deze plannen los van elkaar. Maar we gaan kijken wat er gebeurt als we die plannen met elkaar laten samenhangen. Met als resultaat één plan. Binnenkort wordt de omgevingswet eindelijk vastgesteld. En dan denkt iedereen van, ja, een wet en wat. Maar dat betekent wel dat we met elkaar gewoon die toekomst kunnen maken. En dat is noodzakelijk. Want het gaat op dit moment niet alleen over de klimaatopgave. Het gaat er gewoon om dat wij het leven in ons land kunnen faciliteren. Dat we dat samen kunnen doen. En dat vindt hier achter plaats. Een bijeenkomst waar je begint met de bodem en het water erop. En daarop allerlei dingen kunt realiseren. Dus de landbouw en allerlei andere dingen. Gewoon alles. In dit experiment kijken we naar het water- en bodemsysteem. Wat zien we gebeuren in onze omgeving? Het klimaat verandert. Dat betekent bijvoorbeeld dat extreme buien er niet toe moeten leiden dat inwoners last hebben van dat water. Ook stappen we over van olie en gas naar duurzame energie. Dat doen we bijvoorbeeld door warmte uit de bodem te halen. Maar je kunt de bodem ook gebruiken om er warmte in op te slaan om later te gebruiken. Om goed te kunnen leven in het Rijk van Dommel en A, hebben we dus een sterk en stevig water- en bodemsysteem nodig. Daarom is samenwerking noodzakelijk. Het bodem- en watersysteem houdt zich namelijk niet aan de grenzen van gemeente, provincie en waterschappen. Grote opgave op het terrein van bodemkwaliteit, wateropgave, maar ook koppelen aan vrije tijdseconomie, recreatie. Ja, dat zijn vanuit de provincie bezien is het noodzakelijk dat je dat met elkaar doet. De opgave is heel fors. Hè. Wij zijn ook bezig met een omgevingsvisie. En dan zie je dat klimaatverandering ook Brabant voor forse opgaven stelt. Ja, en dat moet je hier echt met elkaar doen. Ja, het traject wat hier plaatsgevonden heeft en wat verder gaat plaatsvinden, ik vind dat echt een succesvol voorbeeld van zoals wij in ieder geval het proces voor ogen hadden. Hè, dat gemeente het samen en provincie het samen doen, partijen het samen doen. Ik denk ook dat het een mooi voorbeeld is voor andere gemeenten, provincies, andere regio's om hiervan te leren. Met de kennis van al die overheden werken we aan ingewikkelde vragen. Waar en hoeveel energie kunnen we uit de bodem halen? En wordt het niet veel te druk in de bodem? En kan het watersysteem die extreme regenbuien wel kwijt in het gebied? Ingewikkelde vragen waarin experts van verschillende vakgebieden nodig zijn. Daarom vragen we omgevingspartners en andere partijen, zoals Deltares, om ons ook te helpen. Nou, wat we hier vandaag vooral doen, is ook zelf kennis opslurpen eigenlijk. Zowel delen als het halen. Wat Deltares doet, Deltares is een kennisinstituut. Een instituut voor toegepaste kennis op het gebied van bodem en water. Ze weten heel veel van het systeem, de onderlegger van het systeem, zoals het hier ook benoemd wordt en besproken wordt. En we snappen veel van wat je kan doen in zo'n systeem om al die integrale doelen die we hebben ook te bewerkstelligen. Door samen te experimenteren komen wij erachter waar we tegenaan lopen bij de omgevingswet. Zo maken we sneller betere plannen die met elkaar samenhangen. En dat helpt om het Rijk van Dommel en A leefbaar en klaar voor de toekomst te maken. Dus wat wij doen is de goede voorbeelden uit het land ophalen en dat ontsluiten, zodat anderen daar ook gebruik van kunnen maken. Dus daarvoor is dit programma natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dus het is ook halen voor ons. En brengen is natuurlijk dat als er verder behoefte bestaat aan verdere ondersteuning rond wat er allemaal komt kijken bij de omgevingswet. Als het bijvoorbeeld gaat om participatie, om maar eens een onderwerp te noemen. Dan kunnen wij natuurlijk ook helpen, maar dat doen wij graag vraaggestuurd. Wij zijn er ten behoeve van de overheden die het in de praktijk waar moeten maken. En dan denkt u natuurlijk van, goh. Maar betekent dat nou dat we gewoon wat ze daar in Brabant aan het ontwikkelen zijn, dat we dat gewoon kopiëren? Nee, want het moet passen bij uw omgeving, bij uw gemeente, want de omstandigheden zijn altijd anders. Om een voorbeeld te geven, in Helmond kun je gaan met diepte-energie uit de bodem en hier in Eindhoven kan dat bijvoorbeeld niet. Dus het gaat altijd om lokale oplossingen en daar worden mensen pas echt vrolijk van, want die creëer je met elkaar.
En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Eén samenleving.